De Eindhovense duikvereniging Duikteam Eindhoven doet mee aan het NK onderwatervoetbal. Onderwatervoetbal, ja. En een Nederlands kampioenschap. Met twee teams doen de Eindhovenaren mee. En daarvoor wordt dus hard getraind in het Pieter van der Hogeband zwemstadion. Normaal duiken we hier in het zwembad, maar deze keer springen we het water in zonder vinnen. We gaan helemaal naar de bodem en lopen als het ware op de bodem in plaats van dat we normaal boven zweven. En nu nemen we een hele zware bal mee waarmee we gaan voetballen. En dat is heel anders dan gewoon voetballen, want alles gaat trager, het is zwaarder, maar het is wel zeker heel leuk. Een wedstrijd duurt 5 minuten en je hebt 2 goaltjes op de bodem staan en je hebt een team van 5 personen, dan mag je met 3 personen mag je spelen. Je mag niet op de grond gaan liggen of zo, je moet echt lopen over de bodem. En je moet proberen eentje meer te maken als de tegenpartij. Ja, dat is in principe de basis van elke wedstrijd natuurlijk. Maar dat onderwatervoetballen brengt dus best wat extra uitdagingen met zich mee. Ik denk dat onderwatervoetbal moeilijker is, want boven water kan je de bal 4 meter, 5 meter, 10 meter, kun je hem wegspelen. Maar hier mag je al blij zijn als je hem een meter verder speelt bij iemand anders in de voeten. Nou, wat ik persoonlijk het lastigste vind is dan ga je naar de bal toe, dan wil je hem een schop geven. En dan blijkt dat de afstand heel anders is dan boven water door je duikbril. Dus dan schop je ernaast. Iedereen zit super dicht op elkaar, dus je krijgt soms zo een beetje een elleboog in je gezicht. Nou ja, dat is allemaal wel prima. Dus nou moet je een soort rugbyvoetbal gaan maken. Dat je zo één iemand zo een beetje de verdedigers uitblokt en de andere doorloopt. Een heel andere tactiek dus dan je boven water zou toepassen. Maar de grote vraag is dan natuurlijk, maakt de vereniging kans om de titel naar Eindhoven te halen? Nou, kunnen winnen, dat is denk ik nog wel een uitdaging. Want we hebben natuurlijk nul ervaring, ook nog nooit tegen een ander team gevoetbald. Maar we gaan vooral voor de lol heen en wie weet hoe ver we komen. Ja. We gaan gewoon voor de fun erheen en we gaan wel kijken wat we maken. Maar ja, uiteindelijk, de prestatie zit er toch een klein beetje in van we toch proberen om maximaal eruit te halen. Hoewel sommigen heel wat positiever zijn over de vraag of er winkansen zijn. Tuurlijk, eerste en tweede. Tegen elkaar in de finale. Het NK wordt op 25 november gehouden in Lisse. En dan weten we of er opnieuw zo gejuicht kan worden.